Zoals dit, een joekel van een Amerikaanse vrachtwagen. 500 pk en een gewicht van 8,5 ton. Al het graanwerk is prachtig opgepoetst. Achterop is een speciale stellage gebouwd waar een grafkist opgezet kan worden. De truc is van Anita en Gijs Kleter. Zij proberen op een treurige dag er toch iets bijzonders van te maken. Wij doen mensen graag een laatste eer bewijzen. En we hebben ondervonden dat dat heel dankbaar werk is. Ontzettend dankbaar werk. Vandaag wordt Ad, de zwager van Peter Luiks, gecremeerd in Bergen op Zoom. Peter is al jaren vrachtwagenchauffeur, maar krijgt toch even les. Want hem wacht vandaag een belangrijke taak. Dat is de laatste eer die ik aan hem kan bewijzen. Ik heb altijd met hem samengewerkt en gerommeld en gedaan. En ik ben nou blij dat ik hem op deze manier nog kan helpen. Je bent zelf ook al 40 jaar vrachtwagenchauffeur, maar dit is toch wat anders. Lukt het een beetje, het rijden? Nou, het slaat wel even tegen. Het is even iets anders dan het Europese spul. En dan op naar het crematorium in Bergen op Zoom. Peter rijdt weg en laat de zware toeter van de kolossale Amerikaan door de koude zaterdagochtend schallen. Een geluid dat tot in het paradijs te horen zal zijn. De zwager van Peter komt eraan.